Villerooi en Boch. Uh, volgens mij hebben we het ook al vaker over gehad in deze podcast. In deze... Ja. Iedereen kent het van de, van de, van de badkamers, uh, dan wel van de serviezen die het bedrijf maakt. Eigenlijk maken ze van oorsprong gewoon alle producten met keramiek. Nou, die, die, die badkamer-divisie is ongeveer. 60% en 40% is de tafelservice. Dat zou ik het liefst vergelijken, die divisie, met nou ja, het Zwitserse gebreed, hè, Een van de ja. grote concurrenten die, die toch al gauw 15 tot 20 keer de cashflow noteren op de beurs. is ook wel iets teruglopen, maar dat was ruim, uh, ruim 25 keer. Ja. Um, dit handelt op twee keer. En dit handelt op twee keer, hè? Dus dat, dat, ja, precies. Maar waarom dan? Nou ja, voor een deel omdat het een kleiner bedrijf is. Dus grote beleggers die zullen misschien zeggen: van, Goh, 400 miljoen market cap is voor mij te klein. Anderen zullen misschien zeggen: Ja, wacht even. De familie hè, die het ooit opgericht heeft, uh, is een aantal families in de familie Bocht. Zit er nog steeds in. Heeft een ja. grote steek. Uh, ja, Willy die... Filo is weg. Ja, die zit in ieder geval niet meer in de raad van commissarissen.